Hallo iedereen! Deze keer nemen we jullie mee naar Arleux. Dat is een gemeente gelegen in het noorden van Frankrijk, in de Hauts-de-France. Met dit laatste mooie weer van het jaar hebben we er fijn gewandeld, maar ook gefietst en natuurlijk ook van de zon genoten. Je kan er een vijver, riviertjes, maar ook moerassen zien en het is heel fijn om daar te wandelen en te fietsen. Komen jullie mee? Aangezien men dit weekend heel mooi weer voorspelt, hebben we er nog van geprofiteerd om eventjes met de camper op pad te gaan. We zijn naar Arleux gegaan in de Hauts-de-France op camping de Mon Village d'Arlieu, die deel uitmaakt van campingcarpark. Er is een gedeelte camping met vaste plaatsen voor caravans en stacaravans, maar ook een gedeelte voor campers, beheerd door campingcarpark. Nadat we ons geïnstalleerd hebben en geluncht hebben, besluiten we om er meteen op uit te trekken om te genieten van deze stralend mooie dag. We hebben ook voor Winston een rugzak gekocht, maar dat was geen groot succes, want hij zag blijkbaar niet genoeg. Onze wandeling begint met een tochtje door de moerassen, waar ook heel veel mensen aan het vissen waren. En zo komen we aan de grote vijver, waar ook voorzieningen zijn om een aangename namiddag te kunnen beleven. En dit vond hij veel leuker dan de rugzak. Oh,
na onze wandeling is het tijd om nog eventjes van het zonnetje te genieten. Ik had thuis al rijst met zomerse groentjes klaargemaakt die ik opgewarmd heb in de Omnia samen met een kaasburger. En het was fijn dat de avond warm bleef, zodat we toch nog eventjes hebben kunnen genieten van een warme zomeravond, die eigenlijk best laat in het jaar viel. De volgende ochtend besluiten we om een fietstochtje rond de grote vijver te maken. En terwijl Danny de fietsen klaarmaakte, heb ik een lekkere picknick klaargemaakt die we hebben kunnen opeten met dit mooie zicht langs de vijver in het zonnetje. De route was misschien meer geschikt voor mountainbikes, maar het is ons toch gelukt met de plooibare elektrische fietsen. En Winston? Die scheen toch te genieten, al werd hij door elkaar geschud. Het sanitair op de camping was wel een beetje verouderd, maar wel netjes en er is ook een loosplaats voor het grijze en het zwarte water. En zo is het voor ons alweer tijd om huiswaarts te keren. Bedankt om ons tot op het einde te volgen. We willen ook al onze nieuwe abonnees hartelijk welkom heten en bedanken. Vonden jullie dit een leuke video en willen jullie meer zien? Klik dan ook op abonneren en op het belletje om te weten wanneer we een nieuwe video lanceren. Een duimpje vinden we natuurlijk ook altijd leuk. Hopelijk tot de volgende keer!